Goedendag en welkom bij het Heuveland Nieuws. Het is donderdag 8 juni. De verdachte van de moord op de 9-jarige Gino van der Straten, Donnie M., heeft niet de juiste zorg gekregen. De samenwerking tussen de 14 partijen die zich bezighielden met de moordverdachte verliep niet altijd even soepel. Omdat Donnie M. in 2021 tussen maart en december in Valkenburg woonde, is de gemeente Valkenburg één van die partijen. Dat valt allemaal te lezen in een nieuw rapport van het Toezicht Sociaal Domein. Door de stroeve samenwerking ging cruciale informatie verloren of kwam het niet op de juiste plek terecht. In maart 2021 schrijft de verdachte zich in Valkenburg. Op dat moment vindt er geen overdracht plaats over de zorg tussen de gemeente Valkenburg en het Zorg- en Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek. Die laatste organisatie bood tot dan toe zorg aan Donnie M. In een overleg tussen het Zorg- en Veiligheidshuis en de gemeente Valkenburg komt het zedenverleden van M niet ter sprake. Ook de geboden zorg wordt niet besproken. Het Toezicht Sociaal Domein adviseert nu de organisaties om in de toekomst duidelijker te communiceren wie van de organisaties de regie in handen heeft. De broedermeesters van Meersen zijn klaar voor de start voor de Octaafweek. Een octaaf is in de Rooms-Katholieke Kerk een periode van 8 dagen waarmee de viering kan worden verlengd van een hoogfeest, een van de belangrijkste kerkelijke dagen binnen de Katholieke Kerk. Een van de hoogtepunten in het octaaf is de processie die komende zondag gelopen gaat worden. En de broedermeesters spelen in deze bijzondere traditie een belangrijke rol. Nou, het octaaf, dan vieren wij eigenlijk 8 dagen lang de speciale verering van het Heilig Sacrament. Het octaaf is eigenlijk met name ontstaan door de 2 wonderen in deze basiliek. Het bloedwonder en het brandwonder. En dat heeft ervoor gezorgd dat deze 2 wonderen die in de verre omtrek en in Nederland bekend zijn geworden, een octaaf, een 8 dagen verering van het Heilig Sacrament. We zorgen ervoor dat de basiliek heel mooi versierd is met een baldakijn en een kroon. We verzorgen dat het buitenom de basiliek er allemaal mooi bij ligt. Wij als broedermeesters, we zorgen ervoor dat alles rondom de processen goed georganiseerd wordt. We hebben daarvoor leden die zich volledig inzetten. Die zijn ongeveer al een kleine 3-4 maanden bezig met de voorbereidingen van het octaaf. Want we zien heel langzaam dat het aantal leden of deelnemers aan de processie langzaam gaat teruglopen. Het octaaf is zeer belangrijk. Het is een heel belangrijke traditie die we zeker in ere moeten proberen te houden. We kunnen dat doen ook door constant nieuwe aanwas te krijgen binnen de broedermeesters. We hebben een wagen gemaakt, het bloedwonder van Meersen. Die hebben we gemaakt in Vliek. En die wordt dan hier naartoe gehaald op zaterdagmorgen. En dan wordt die op zaterdagmiddag voorzien van de laatste bloemen en alles voor de versiering. En die gaat dan ook mee in de processie. De octaafperiode staat ook bekend om zijn kermissen. Maar het wordt steeds moeilijker om deze kermissen te blijven organiseren. Zo ook in de gemeente Meersen. De kermisexploitant heeft laten weten dat het niet meer rendabel is om naar Meersen te komen. Ik vind dat persoonlijk heel jammer. Ik ben zelf uit Maastricht, maar ik woon sinds 2009 in Meersen. En ik merk dat de tradities wel heel belangrijk zijn hier. Dus ik vind het zeer jammer dat wij daar vrij laat zijn achterkomen dat dit jaar geen kermis is. Het is moeilijk een kermis. Vorig jaar een heel mooi initiatief van de ondernemersvereniging die toch nog een kleine kermis heeft weten samen te stellen. Maar het blijft moeilijk in deze tijd. Dat zie je ook in andere plaatsen, zeker in de dorpen waar de kermis helaas verdwijnt. In de grote steden is die er nog wel. Het is jammer, maar het plein heeft nu ook zonder de kermis een hele mooie invulling gekregen. Maar inderdaad, voor onze jeugdigen die vaak uitkijken naar een kermis, is er helaas niet de Meersen. Kijk, dat is weer de zoveelste traditie in een gemeente wat weer wegvalt. En dat vind ik wel heel erg jammer, eerlijk gezegd. Maar het is natuurlijk aan de mensen van de kermis die bepalen of ze willen komen of niet willen komen. Want zij moeten natuurlijk hun geld ermee verdienen. Ik weet dat ze in Meersen geen standplaats hoeven te betalen. Maar ja, het is een keuze wat ze zelf maken. In Waalwieler is ieder jaar de bronk en ook daar speelt het probleem van het organiseren van onder andere een kermis.
Er zijn dit jaar wel nieuwe ideeën bedacht om de Bronk een nieuw leven in te blazen. Het Bronkfest is dan eigenlijk ons gedachte, wow, ja, met nu met de Bronk met Geunt, maar zo gezegd, nou, want het is kermis in het dorp. Hè. Vroeger worden de families, hè. Alles komt bij de families bijeen, wat Vlaam gaat en men zoogt zich daar weer. Eigenlijk willen we dit nu heen Waalwieler in het gemeenschapshoofd staan. Nu komt er een tas koffie met een stuk Vlaam uit, waar de Bronk een beetje lopen trakteren vergt op, hè. Maar het is ja vers in het dorp. En ja, voor toch ook nou te merken, we moeten wat vers krijgen, we moeten dat dag kennen doorgaan. Helaas in een café, door een veranderde situatie, dat is ook een eetcafé, de was die vaste gasten, dat combineert slecht met nu, die spas willen maken en lol hebben. Ja, en voor toch gezegd, in een goede samenspraak met de Wieto, vergunt dat wel er treft. Vooral het is twee goede orkesten komen. Hè. Eerste keer moest het gewoon uitpakken dat leuk is. Hopelijk jullie de buurdorpen te treffen. Hè, dat waren ze ook altijd. Kom jullie de buurdorpen ook heen. En daar gewoon het vol drit houden van een leuke, gezellige kermis te creëren. En voor zullen ze erg op het vijf om dat te organiseren. Nou, ik denk dat dat wel gaat klappen dit weekend. Want dat is dus toch weer naar de coronatijd in een geruime tijd dat niks geweest is. Ja, en zoals we de Ruud ook zaten voorheen, het café, dat is meer een café. Dat treffen was niet meer allemaal zo. Ik denk wel dat dat goed gaat lopen. Ja. Dit weekend is natuurlijk de kunst om het in stand te houden. In Meersen is dit jaar het probleem zo groot dat er geen kermis is. En ook hier is er een alternatief bedacht voor de kermis. Ik heb een XL waterhoedelbaan geregeld van 22 meter en 7 meter hoog. En die komt echt prominent op de markt te staan. En voor de allerkleinste een springkussen. We hebben bijna alles geregeld, maar ik zou toch wel een oproep willen doen voor vrijwilligers. We hebben toch wel een 5-6-tal nog nodig voor de roederbaan te begeleiden, zodat de doorstroom ook goed gaat met de kinderen wat er afgaan. Dus de oproep is eigenlijk aan alle verenigingen van Meersen, meld je even aan of loop even binnen op de Beekstraat 41. Een uurtje hulp, echt, dan zijn we hartstikke blij. De brandweer moest woensdag in de namiddag uitrukken voor een brand in een restaurant aan de Grote Straat in Valkenburg. De hulpdiensten werden rond 2:50 gealarmeerd. De brand werd veroorzaakt door een frituurpan. Volgens de brandweer viel de schade mee en werd erger voorkomen door goed ingrijpen van het personeel. De nieuwe coalitie in het algemeen bestuur van het waterschap wil dat de kans op een overstroming in het Heuveland stevig wordt teruggedrongen. Dat is terug te vinden in het nieuwe bestuursprogramma van Waterbelang Limburg, BBB, LV50 en Waternatuurlijk. De kans op een overstroming is nu nog eens in de 25 jaar. De nieuwe coalitie wil dat terugdringen naar eens in de 100 jaar. Verder willen de partijen aandacht voor crisisaanpak en schrijven ze dat de financiën van het waterschap onder druk staan. Onder meer door inflatie, energiekosten en hogere cao-lonen. Bij het waterschap is de coalitie al rond. In de Provinciale Staten gaat dat waarschijnlijk snel gebeuren. Mogelijk morgen al. Melden bronnen aan Dagblad de Limburger en L1. De nieuwe coalitie gaat bestaan uit BBB, CDA, VVD, PvdA en de SP. Samen goed voor 26 van de 47 zetels. Morgenavond wordt het coalitieakkoord toegelicht en wordt bekend wie de beoogde gedeputeerden zijn. De BBB kondigde al voor de verkiezingen aan dat zij sowieso Leon Vaassen naar voren schuiven, de oud-voorzitter van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Maar naast Vaassen mag de BBB nog een debuté leveren. Volgens de Limburger zijn de overige beoogde gedeputeerden Stefan Satijn van de VVD, Michael Teuns van het CDA en van de PvdA Jasper Kunstelaars. En dan het weer. Vrijdag wordt het weer een zonnige dag met temperaturen die oplopen tot bijna 28 graden. In de nacht wordt het 16 graden en dit alles bij een matige wind uit noordoost tot oost. Ook zaterdag en zondag houdt het zonnige en warme weer aan met middagtemperaturen die waardes bereiken van 30 graden. En dat betekent een tropische dag. In de nacht wordt het niet kouder dan ongeveer 17 graden en de wind is matig uit het oosten. Het lijkt erop dat ook na het weekend het zomerse weer aanhoudt bij iets lagere temperaturen rond de 28 graden.
Dit was het Heuveland Nieuws van donderdag 8 juni. Morgen om 7 uur zijn we er met Uitgelicht. En vanaf maandag zijn we er weer met een nieuwe uitzending Heuveland Nieuws. Tot die tijd blijft u op de hoogte via de app Heuveland Vandaag of via de site heuvelandvandaag.nl. En hebt u voor ons een tip over een nieuwsitem, mailt u dan naar redactie@heuvelandvandaag.nl. Ik wens u een fijne dag.